De vakbondstructuur in Frankrijk, die komt heel erg overeen met de vakbondstructuur in Nederland. LTO heet in Frankrijk FNSEA. De NMV heet in Frankrijk OPL. De DDB in Frankrijk heet, in Nederland heet in Frankrijk API. De FNSEA, die zit overal in met de vingers. Die zitten, die hebben goede vriendjes in de regering. Die zijn bestuurslid van alle melkcoöperaties, van de banken, van de verzekeringsmaatschappijen, van alles. Bovendien houden ze automatisch van het melkgeld een klein beetje vakbondslidmaatschap in. Als je daar niet uitdrukkelijk bij hebt, dan dus vangen ze wel aan iedere liter melk vangen ze geld. In Frankrijk worden de melkprijzen vastgesteld tot nog toe in een soort overleggroep. Dat is ook een exclusiviteit van de FNSEA, die zit er alleen in. Ze vertegenwoordigen maar over de helft van de boeren, maar zij alleen zitten daarin met de melkcoöperaties, waar ze dus ook zelf zijn ongeveer, dat ze in het bestuur zitten, en de melkindustrie. En omdat ze al 20 jaar met elkaar aan tafel zitten, zijn het hele goede vriendjes geworden. En kunnen ze dus heel makkelijk akkoorden sluiten. Af en toe is de basis een beetje opstandig en dan moeten ze laten zien dat ze toch een klein beetje boerenverdedigers zijn. Maar over het algemeen doen ze er niet zo heel best voor. Ze sturen af en toe de boeren 2 dagen naar de melkfabrieken om de poorten te blokkeren. Dan worden er maar banden verbrand. En dan roepen ze de boeren snel weer naar huis, want anders dan gaat het zeven naar de melkfabriek en dat kan niet.